Ja, topwetenschap doe je samen. Zeker in de huidige problemen die in de biomedische wereld zijn. Dat zijn hele moeilijke problemen. Daar heb je heel veel disciplines voor nodig om dat op te lossen. Dat doen we ook binnen dit gebouw. We hebben 20 onderzoeksgroepen. Die werken allemaal samen. Ze zijn allemaal complementair aan elkaar. Je leert heel veel van de andere disciplines. En daardoor ga je ook buiten je eigen comfortzone denken. En daardoor kun je de problemen veel sneller oplossen. Maar ook veel creatiever. Ons laboratorium ontwikkelt nieuwe technologieën om enkele cellen te bestuderen. Dat is heel belangrijk, want er zijn geen twee cellen die hetzelfde zijn. Die technologie kan ook door andere wetenschappers gebruikt worden om hun problemen op te lossen. Maar we kunnen ook dan als een van de eerste die technologie gebruiken om nieuwe biologie te ontdekken. Een heel nieuw celtype dat nooit iemand gezien heeft. Dan heb je opeens een goudklomp die je gevonden. Dat gebeurt regelmatig en dat zijn de hele mooie momenten waar we heel erg enthousiast worden. En dan heb je ook een grote ontdekking gedaan. Wat ik hoop natuurlijk is dat die technologieën zal helpen in het ziekenhuis, in de kliniek, om ziektes beter te bestrijden. Een heel praktisch voorbeeld is een tumor. Een tumor bestaat uit heel veel cellen. Al die cellen zijn heel heterogeen, dus allemaal verschillend van elkaar. Als je zo'n tumor wil bestrijden, kan dat niet met gewoon één medicijn vaak. Maar je moet dus een aantal medicijnen hebben die al die verschillende soorten cellen tegelijkertijd aanvalt. Dus mijn grote hoop is dat over 5 of 10 jaar... onze methodes en inzichten worden gebruikt om bijvoorbeeld beter kanker te bestrijden. Nou, de methodes die we nu ontwikkeld hebben kunnen natuurlijk heel veel bekijken in enkele cellen. Maar er zijn nog steeds bepaalde gebieden in de wetenschappelijk landschap waar we niet bij kunnen. Er staan grote hekken voor, omdat we dat nog niet kunnen meten. Dus wat we heel graag willen doen is nieuwe methodes ontwikkelen. En een van de dingen die we willen doen is kijken naar kunnen we meten wat een cel gisteren gedaan heeft of vorige week. En wat zijn de familierelaties tussen cellen? Wat is de moedercel? Wat zijn de zonen en de dochters? Wat zijn de neefjes en de nichtjes? En als we dat kunnen meten, dan hebben we weer een heel ander landschap van vragen die we kunnen beantwoorden.